Meer ruimte voor water, verbeteren van de waterkwaliteit en aantrekkelijke oevers voor planten en dieren. Dat zijn de doelen van het Oeverplan van waterschap Rivierenland in de gemeente Tiel. In het najaar van 2015 worden de oevers hiervoor op meerdere locaties in de wijk Passenwaai aangepast. Op woensdag 24 juni is er een inloopbijeenkomst met informatie over de inrichtingsplannen en de werkzaamheden. De inloopbijeenkomst is van 5 tot 8 uur bij werkvereniging Passawaai aan het Korierspad 3 in Passawaai. Na de inloopbijeenkomst worden de vergunningen aangevraagd. De verwachting is dat de uitvoering van het werk rond oktober 2015 kan starten en ongeveer twee maanden duurt.